Hey, voordat we beginnen aan de aflevering, hier een belangrijke mededeling. Helaas is meer dan 50% van jullie niet geabonneerd. Ja, dus abonneer snel op de Videocorner podcast. Hiermee help je niet alleen ons, maar ook jezelf door niks te missen. Je kunt ons vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Dankjewel en door naar de aflevering. What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave it. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner VHS Review. Mijn naam is Arun. Mijn naam is Mirza. En ik ben Hakan. En afgelopen vrijdag hebben jullie massaal gestemd op welke film wij vandaag zouden bespreken. En dat is You've Got Mail geworden. We hebben de DVD of de VHS-hoes hebben hier voor ons liggen. Voor de rest hoef ik niks te zeggen. Laten we gewoon beginnen. Yes. You've Got Mail. Een 1998 film met in de hoofdrol Kathleen Kelly, Tom Hanks en Dave Chappelle. Jongens, waar gaat de film over? Ja, het gaat over liefde. Wel een korte synopsis? Niet te veel details, maar het is een romantische comedy. En het gaat over over Tom Hanks die Joe Fox speelt. En hij heeft een wel grote bookstore open ergens. Ja, is het een groot boekenwarenhuis? Ja, zoiets. Ja. En, maar ze hebben volgens mij alles omgekocht. Behalve nog één klein boekenwinkeltje. Ja. Voor kinderboeken was het volgens mij. Ja, kinderboekenwinkel inderdaad. Ja, volgens mij onder andere kinderboeken. Oh, oké. Ja. En daar heb je Kathleen Kelly die... is Kathleen Kelly? Kathleen Kelly. Ja, die de eigenaresse daarvan is. En tegelijkertijd zit ze ook online met elkaar te praten. Alleen dat weten ze niet. Nee, ja, toch? Want daar gaat eigenlijk de film over. Dus dat is ook, daar komt de titel ook vandaan. Ja. Ze zijn anoniem aan het mailen. Ja. Ze hebben een penvrienden, online affaire. Ja, maar het begint gewoon als penvrienden eigenlijk. Hè? Penvrienden. Is dat zo? Ja, alleen dan ik dacht de mail. Misschien aan, hoe heet dat? Secondlove.nl of zo. Hoe heet die andere ook al? Ja? Nou, ik denk dat die andere van deze tijd is. Die andere was wel heavy, man. Er was dus dat je je kon online vreemd gaan of zo. En dan als je betaalde, werd al jouw accountgegevens verwijderd en zo. Ik ben even naam vergeten, maar dat was dus iets ook in het nieuws. Ja. Alleen hadden hackers dus het hele dingen gehackt. Oh, en dan bleek dat ze al die data van die mensen helemaal nooit verwijderen. Ondanks dat jij betaalt. Oh. Dus hebben ze eindstand al die data van die mensen die vreemd zijn gegaan op die site. Hebben ze online gegooid. Dus mocht je er alsnog wantrouwen? Kijk op www. Nee. Ja. Maar daar moest ik even aan denken. De Second Love of wat voor partij dat ook is. Ja. Maar dus ja, daar ging het vooral eigenlijk om. Mm-hmm. Dat ze online een affaire hebben. Alleen dat weten ze weten niet. Ze weten niet wie is. Anoniem. Ja, klopt. In het echt ontmoeten ze elkaar ook. En hebben ze gewoon eigenlijk... een beetje een hekel aan elkaar. Ja, je ziet ze ook altijd zo langs elkaar oplopen. Ja, klopt. Zonder dat je het echt, zonder dat ze het zelf beseffen. Wij weten dat natuurlijk wel. Ja. Maar ze weten zelf niet hoe en wat. Ja. Op een gegeven moment, ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar op een gegeven moment Joe Fox, die weet op een gegeven moment dat zij het is. Ja. Ja, klopt. Dus die probeert daar op een of andere manier volgens mij naar toe te trekken of zo. Of het goed te praten, want hij had een paar foutjes begaan. Ergens niet komen opdagen. Is wel een vieze stalker. Ja, nee, niet komen opdagen. Hij wist zij dat was en hij ging niet naar binnen. Ja, maar hij deed zich voor als... Ja, maar ik vond het... uiteindelijk is wel een vieze stalk... stalkmove. Ja, oké, eigenlijk wel. Ja. Dat is gewoon eigenlijk gewoon... dat is eigenlijk die Groundhog Day, ken je dat nog? Ja. Ging hij dat keer op keer doen en dan... Elke keer probeert hij dan van... dit vond ze niet leuk, oké, dan doe ik het volgende dag zo. En dan vond hij dat niet leuk. Ja, en dan deed ze het andere dag anoniem informatie binnenhalen en dan eigenlijk eindstand, uitvoeren. Na 10 keer vond ze hem leuk, weet je wel. Toen werd hij weer 's ochtends wakker en was alles weer opnieuw. Maar hier ook, weet je, zit hij gewoon... Ja, je moet zo met hem doen of zo met hem doen, weet je wel. Dat vindt hij vast wel leuk. maar dat is gewoon een soort van je eigen vriendin kweken of zo. Ja, zoiets. Dat klinkt fout. Dat hij die advies geeft, maar voordat hij dat nog niet weet dat zij het is, weet je wel. Nee, hij wist het inmiddels toch? Nee, toen nog niet. Ah, helemaal dat in het hij begin. Die advies gaf, weet je wel, van just go to war. Because it's not personal. It's just business, zegt hij. It's just business, nothing personal. Hey, Shopgirl heette zij toch? Shopgirl, ja. Ik heb een technisch feitje gelezen op internet. Over Shopgirl? Shopgirl was eigenlijk uiteindelijk een echte mail.
of althans een account van iemand. Ja, oké. En die moesten ze uiteindelijk aan diegene opvragen, zodat Kathleen, of de Meg Ryan dan in ieder geval, die film, of ja, die account kon gebruiken voor in de film. Jongens, mijn vraag is, wat is het meest rare mailadres wat jullie ooit hebben gezien of gehoord? Weet je, het zijn ook heel vaak van die ordinaire people, mensen. Ik had een keertje iets van Tijgertje 68 of zoiets. Zoiets had ik een keertje voorbij zien komen op een forum of zo, weet ik veel wat. Maar dan kijk je dan ook, weet je wel, naar de profielfoto's. Gewoon ordinaire mensen, weet je wel. Gewoon, ja. Echt zo'n, gewoon letterlijk heel dag tijgerprinten. Die e-mailadres, weet je wel, wat je altijd op de basisschool... Dat voor ja, maar het eerst... En ja, dan klopt. Was het ook nog... Je maakte het niet als e-mailadres, je maakte het gewoon als mijn MSN. Juist, dat was het. Dus dan wou je, kwam je nooit serieus over. Nee, ja. Klopt. Ga je solliciteren, weet je wel. Wat? Ik had altijd een normale naam, oprecht. Ik had ook altijd mijn naam. Ik had gewoon altijd mijn voornaam achternaam. Nou, ja. Mijn eerste e-mailadres, dat was er wel een, hoor. Soldierboytellum@. Nee. Zo iemand had ik wel in mijn lijst staan. Dat was echt gewoon Soldierboy nog wat, weet je. Maar mijn e-mailadres, mijn allereerste e-mailadres, dat weet ik nog heel mooi. Dat was gewoon Galatasaray, -1905, -1993, apstartjehotmail.com. Je gaat voor het eerst solliciteren in de supermarkt, weet je wel. Dan krijg je zo'n brief en dan zie je iemand zo... Galatasaray. Ik ben ook van Galatasaray. Of hij is gewoon zo'n supporter die door de Champions League eruit lag door Galatasaray. Ja. Dan zijn alle kansen verkeken, man. Ja, maar weet je maakt dat soort dingen niet met intentie om... Ja, dat het serieus zou zijn. Dus ik had ook een jongen die heet de Belastingdienst 1993. Ja. Het bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Op TikTok heb je ook heel veel accounts die heet een notificatie. En dan gaan ze live in en dan zeggen ze van... Ja, je hebt 10 minuten om je account af te sluiten. Ik had ook een vriend die heet de Nike Total 92. Ja, hey, toevallig. Die had ik ook. Nee, laten we doorgaan met de film. Wat hadden we vooraf verwacht? Want het is een film uit 98. Je hebt... Hoe dan ook ooit wel eens iets een keer gezien. Maar heb je hem wel eens eerder een keer gekeken? Nee, ik niet. Nee, hij kwam me niet echt bekend voor. Nee, maar ik heb wel gelezen dat hij zeg maar best wel... hoe zou ik het zeggen? Qua marketing, dat hij echt met heel veel bombardie... naar de mensen toe is gebracht. Iedereen kreeg een mailtje. Iedereen weet je kreeg wel. Een mailtje natuurlijk. Ja, toch, ja. Nee, maar dit was een andere era, toch? Ja, maar klopt. Maar de hoofdrolspelers is Tom Hanks en Meg Ryan. Tom Hanks. Die hadden eerder gespeeld in 93 in Sleepless in Seattle. En dat was zeg maar booming. Dat was echt een hele goede film. Ik las ook zoiets van dat dit een beetje moest gelden als een sequel of zoiets. Maar uiteindelijk geen sequel van die film. Maar, het moest maar een dus ze hadden verwacht dat het gewoon echt een super toffe film zou zijn. Gewoon beter zelfs. Ja. Naar mijn mening, valt wel mee. Maar. Ja, ik vond hem niet denderend. Hey, maar wisten jullie dat de film is gebaseerd op een Hongaarse toneelstuk? Nee. Dat wist ik niet. Nee, dat is oprecht. Hij is gebaseerd... Uit Krakosje. Ik weet niet waar vandaan, maar hij is gebaseerd op een Hongaarse toneelstuk. Ja. Uit 1960, gok ik zo. Ik weet datum niet precies meer. Ja, maar dat is wel helemaal verdraaid, want toen hadden ze geen mail. PC, inderdaad. Oh, dus dan waren ze zeg maar ook een soort van concurrenten, maar ze gingen brieven schrijven. Ja, inderdaad. Ja, dat dus. Frans Ferdinand. Nee. Maar je had ook een feitje, wat je me vooraf vertelde. Over de computers. Ja. Want dit was natuurlijk een heel andere era, 98. Klopt. Want ik kan me nog herinneren. Niet iedereen had toen een computer. Nee, dat klopt. Wij hadden ook veel later een computer. Ik weet ook niet, 2000 nog wat. Ja, inderdaad. Maar een van de hoofdrolspelers is Meg Ryan, die Kathleen Kelly speelt. Die had zelf niet eens een PC. En die moest daarmee in één keer gaan werken. En na de film heeft ze die PC ook meegekregen thuis. Ja, dat is een dus mooie, het was haar eerste ervaring met de PC eigenlijk. Mooi cadeautje. Dan is het nog mooi. Dabney Coleman, die speelt de vader... Mm-hmm. Van Fox. Ja. Hij is natuurlijk op leeftijd. Ja, die is op leeftijd. Hij wist niet eens wat online betekent. Ja. Maar het is ook echt absurd snel gaan. Hè. Ik kan me ook nog herinneren, toen we kind waren, moest je echt verbinding maken met internet. Of althans, moest je internet bellen. Dat zie je ook in het veld. Ja, dan gaat hij inbellen. En dan zie je drie van die icoons, weet je wel. En dan bij de laatste zag je in één keer al die poppetjes schijnen en dan was ze online. Ja, en dan kon je je mailbox checken. Ja, over mailbox gesproken. Dan kon je niet meer gebeld worden, hè? Je belt bijvoorbeeld, mijn neef deed dat vroeger altijd. Dan gingen zijn ouders van huis en dan toen belde je nog naar huis. Maar dan ging hij gelijk inbellen op het internet. Ja. Je kon thuis niet meer bereiken. Dan kon je het huisnummer niet meer bellen. Ja, want die was
in gesprek. In gesprek, ah, ja. Je, okay, maakt dan, je belt dan met internet. Ja, 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 ja. Hey, maar over ja, internet en dingen, alle technische snufjes gesproken. Mm. Technische detail. Even kijken. Naam You Got Mail was oorspronkelijk eigenlijk, of You've Got Mail was oorspronkelijk eigenlijk You Got Mail. Mm. Alleen toen kwam een van de producenten van Warner Bros. Erachter dat AOL, het software dat ze gebruiken, of hoe noem je het software, maar in ieder geval het programma wat ze gebruikten, had geen patent op You've Got Mail. Ja. Dus uiteindelijk hebben ze You've Got Mail gebruikt, zoals het ook gewoon echt in die AOL software gebruikt wordt. Ja. Ik vraag maar, wie had wel de patent erop dan? Ja, nu hebben zij het patent. Ja, denk nu ik. Wel. Ja, nu wel, ja. Nee, maar nog meer technische. Meg Ryan en Heather Burns bereiden zichzelf voor in een echte boekenwinkel. Dus dat is wel dedication. Dat is wel dedication, ja. Dat, ja, dat, zeker, klopt, dat kan ik waarderen. Dat echt in de rol gaan. Ja, en de set was ook gebaseerd op een echte boekenwinkel. Mm. En zij hebben dus ook echt voorbereid op de dingen. Er zat best wel veel werk in. Ook de PC kennen en zo. Ja, de Fox Store, dat is ook al heel groot aangepakt, vind ik. Maar Fox Store was volgens mij geen echte winkel. Nee, dat is geen echte winkel. Daarom zeg ik ook, het is best groot uitgepakt. Mm. Ja, misschien is het gewoon een echt andere boekenwinkel of zo, die ze dan uiteindelijk hebben omgetoverd naar dingen. Maar er zit wel echt effort in. Ja. Ze hebben gewoon echt best wel grote props voor uitgetrokken. Heel wat. Om de hele winkel aan te kleden. Kun je wel al genoemd hadden, maar Dave Chappelle zit er ook in, hè? Dave Chappelle. Ik heb wel als Dave acteur Chappelle. Heb ik hem opgenoemd. Dave maar Chappelle. Ken je hem niet? Jawel, ik ken hem. Dat is die comedian. Ja. Ja, die zit er ook in. Die zit er ook in, zeker. Ik heb hem niet voorbij zien komen of ik heb hem niet herkend. Op de bouwplaats, toen ze bezig waren. Was zijn business partner. Ja, zijn business partner, juist. Business partner. Ja. Oh, die... Oh, ja. Maar ik weet wie je bedoelt, ja. Ja. Ja, 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 ja. Met een gap tussen zijn tanden. Ja. Hey, maar over Chappelle gesproken. Chappelle, die had schijnbaar hiervoor had die, de Forrest Gump afgewezen. En uiteindelijk hebben ze alsnog weer voor hem voor deze film gekozen. Zou die zich voor zijn kop slaan? Forrest Gump. Dat weet ik niet. Ja. Chappelle heeft best wel veel succes alsnog geboekt. Hè? Ja, okay. Dus nee, maar tussen deze twee films. Ja, maar misschien was het andersom geworden. Chappelle van Forrest Gump. En nu is het gewoon Dave Chappelle. Ja, ja. Okay. Ik weet niet wat zijn status toen was. In die jaren. Ja, is hij begonnen als acteur of als comedian? Hij is echt een comedian. Ja, ja, ja. Maar misschien was het Chappelle van Forrest Gump geworden. In plaats van Dave Chappelle. Wat had hij nou gespeeld dan? Die vriend die... Dat weet ik niet. Ik heb die booba. Misschien. Gewond was geraakt, dus hij ging hem zo opbeuren. Ja, misschien. Ja, ja, ja. Misschien wel, ja. Misschien was hij gewoon een voorbijganger. Dat weet ik niet. Dat hij gewoon langs zo'n figurantenrol. Ja, figurantenrol. Dat hij in het publiek stond. Ja. Nee, maar schijnbaar ook nog een dingetje over Chappelle. Chappelle heeft een groot deel van deze film geïmproviseerd. Dat is toch echt wel een kwaliteit van een comedian. Ja, dat je gewoon wel kan improviseren. Klopt, maar die komen ook heel gelijk met lines, hè? Nee. Hij hoeft niet per se grappig te zijn, maar gewoon... ik bedoel niet grappig. Ze kunnen overal gelijk een reactie op geven. Ja, precies. Die brein die werkt gewoon een stuk werkt sneller. Veel sneller. Met reacties en antwoorden enzovoort enzovoort. Maar kan ik me wel voorstellen wat je net zei, improvisatie. Want er was ook een gedeelte waarbij ze samen ergens op een stoep liepen of zo. Ja. Dus het voelde ook soort van als een echt gesprek aan. Ja. Ja, weet je wel? Dus dat wordt wel een echte gesprek inderdaad, als je niet een script voorleest. Ja, daarom. Nee, maar ik denk dat het wel gewoon richtlijnen heeft gekregen van, jongens, het moet wel. Want het zou raar zijn, dat ze dan in één keer over American voetbal gaan praten. Ze hebben wel richtlijnen gekregen van, jongens, hoeveel moeten jullie het ongeveer hebben? Ja. Misschien is Tom Hanks het gesprek leidt en hij gewoon erop reageert. Ja. En dan gewoon afwijkende mening geven. En dan gewoon een hele script omgooien. Gewoon in discussie gaan, hè? Ontzetten. You, what? You're stupid or something? Krokosje. Jongens, wat was goed, wat was slecht? Lastig. Ja. Wat goed is... Ja, het is gewoon goed als een feel-good film. Dat wil ik zeggen. Het is een soort van... Ja, ik noem het soms gewoon zo'n zondagsfilm. Het is een zondagsfilm. Weet je wel? Ja, een zondagavond, even niks doen. Je hoeft niet hersen te kraken. Je kan er gewoon zo ingaan. En pak je telefoon af en toe bij of zo. Weet je wel? Dat maakt allemaal niet uit. Je mist niet zo heel veel. Nee, inderdaad. Dus dat was wel goed. Dat was slecht, jongens. Slecht. Wat, voor mij persoonlijk... Ja, spoil ik dan veel? Als ik zeg het einde? Ja, het is een 98 film. Dus ja, je kan het wel hebben. Ik vond het einde echt veel te kort. Op een of andere manier. Ik vond echt, is dit het?
clichés. Ja. Dat vond ik ook wel matig uiteindelijk, hoe het een beetje is afgelopen. Ja. Ik had het misschien iets complexer gemaakt. Maar ja, dan was het ook misschien geen zondagfilm geworden. Ja, dat is het. Kijk, ja. Dan was het een drama, mystery, romantic crime geworden. Ja, ik had het niet per se complexer gemaakt. Ik had wat langer het einde dat ze... Ja. Weet je wel, bij maar, die park en dan, hoe zou je het schrijven? Ja, dat is ook zo. Ja, nou, nu gaan we wat luisteren. Wat daarna gebeurt, weet je wel. want uiteindelijk is zij haar baan kwijt. Ja, ik wil nog niet te veel details geven. Ja, weet je. Ze was toch in dienst, ze ging kinderboek schrijven een keer. Was het? Ja. Nee, dat wou ze. Was dat? Ja, ze was ermee bezig, maar weet het nog niet helemaal uit te pakken. Ja. Maar weet je wel, want ze wou haar ook op een gegeven moment als manager ergens aannemen. Mm, ja. Die ex-vriendin, die wou dat doen. Ze kan ook gewoon in de boekstore werken van Joe Fox, dames en heren. Ja, weet je wel, dat ze dat dan verder laten zien. Want je hebt op een gegeven moment heb je een scène, weet je wel. Die werknemers in de Fox Store, die zit dan en er wordt wat gevraagd. En dan zie je die jongen echt kijken van... Ja, wat ik hiervan kan opmaken is dat jij zit er een beetje mee. Dus je zou eigenlijk liever aan de producenten willen vragen. Ik wil een sequel. Nou, als er een sequel is, zal ik hem niet gaan kijken. Waar maken we ons dan druk om, joh? Ja, we maken ons erg druk over. Fuck Meg Ryan, Joe Fox, jongen. Maar soms moet je het ook gewoon zo laten, weet je wel. Het is een zondagsfilm. Hoe eindig je een goede zondagfilm? Ja. Ze leeft nog lang en gelukkig. Precies, na deze einde kun je gewoon eigenlijk lampje uitdoen en je gaat lekker naar bed toe. Ja, precies. Niet over nadenken. Geen Shutter Island tafereelen. Nee. Wat is gebeurd? Eerste keer Shutter Island, jongen. Ik vergeet dat nooit meer. Dat was echt een ervaring. Nee, jongens. Twee nachten niet geslapen. Conclusie en een rating. Nou ja, laten we het vooral globaal houden. Voor een gemiddelde kijker. Daarvoor heb ik de cijfers erbij gepakt. IMDb scoort hij 6,7. Op Rotten Tomatoes scoort hij 70% tomatometer. En de audience scoort hij 74%. En op Letterboxd scoort hij 3,4 sterren. Laten we met Mirza beginnen. Een leuke romcom, romantische comedy. Ook wel leuk om even terug te gaan naar... naar de tijd van de mailen en zo, weet je wel. Dat is ook wel leuk om te zien. En zoals ik al zei, een beetje aan het einde vond ik minder. 3 van de 5 sterren geef ik hem. Ja. Haco. Ja, ik ben wel een beetje eens met Mirza. Het is een leuke romantische comedy. Ja. Voor de rest, zoals ik net al zei, ik zal de sequel niet gaan kijken. Wat voor cijfer geef je dan? Ik, ook wel een 3. Ja? Ja. Jongens, dan heb ik mooi nieuws. Jij geeft hem ook 3 van de 5 sterren. Ja? Maar het heeft vooral te maken met dat het vrij eenvoudig is voor mij doen. Mm. Voor de rest was het gewoon een prima zondagmiddagfilm. Moeten de mensen de deze film nog kijken? Als je niks te doen hebt, zeker wel. Rustige zondag inderdaad. Kijk, je hebt soms van die momenten, en dat heb ik ook bijvoorbeeld dat het laat in de avond is, en dat je dan niet meer helemaal scherp bent. Juist. Dat je dan denkt van, weet je, ik ga een film kijken. Maar het moet niet te complex zijn. Want je bent moe. Je kan niet opletten. Ja, klopt. Dan zou ik zo'n film wel gewoon kunnen adviseren. You've Got Mail van Tom Hanks onder andere. Dat is 3,5 sterren. Sorry. 3 sterren. Ja, 3 sterren vanuit ons. Ja. We zijn aan het einde gekomen van de aflevering, jongens. We beoordelen You've Got Mail met 3 sterren. Vergeet niet te abonneren. We zijn te vinden op YouTube, Spotify en Apple Podcast. Geef ons een like, geef ons een review, plaats een comment en deel de podcast met je vrienden. Ook zijn we te vinden op Instagram en TikTok, @TheVideoCorner. Ook op Facebook, TheVideoCorner. Voor het laatste nieuws. Volgende week maandag zijn we weer terug om 8 uur met een reguliere episode. Yes. Jongens, bedankt voor je aanwezigheid. Jij ook bedankt. Luisteraars, bedankt voor het kijken / luisteren. We zien jullie volgende week. Doei doeg. Joejoe. Ciao. Hasta la vista. Heb jij genoten van onze aflevering en wil jij graag adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.